dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we chocolate chip koekjes maken. We hebben nodig 200 gram zelfrijzend bakmeel, 125 gram plantaardige boter, 30 milliliter amandelmelk, ik heb sojamelk gebruikt, 100 gram pure chocola in stukjes. Wij hebben lekkere walnootjes erbij gedaan. Die gaan we erbij doen, vinden we lekker. 100 gram, ik heb gedaan 80 gram rietsuiker. En dat was het. En een bak. En een bak. Nou, dan gaat Dylan de zelfrijzende bakmeel mag in de bak. Suiker mag erbij. De boter. En de helft van de melk ongeveer. De helft. Ja, ongeveer, hè. Helemaal goed, jongen. En dan komt mama heel eventjes mixen met de mixer. Oeh. Dan mag je straks met alles. Hier, het suiker wordt helemaal een andere kleur. Ja. Zo, we hebben het even gemixt, een beetje vast. Gaan we even een bal kneden. Mag ik nu verder kneden? Nu kan ik het wel. Ja, dat mag helemaal niet. Ja. Zou ik het in de bak laten of zou ik het op placemat vast doen? Op placemat zo. Want dit moet er nog doen. Dat moet in de bak. Mhm. Is goed. Is staal makkelijk voor je? Ja. Nee? Ja. Goed kneden. Ja. Ook een stukje chocolade, hè? Ja. Oh, dat is best moeilijk. Zoveel stukken chocolade. Dat ik nee? Ik wil dit graag eens proberen eerst. Lekker. Ja. Dat is wel fijn. Er zit toch ook een beetje poeder in. Ja, verschillende stukjes. Hè? Mama doet meteen lekkere nootjes aan. Lekkere walnootjes in stukjes. Lekker. Mmm. Ik wil het niet wel eten. Nee. Lekker. Mm. Oh, als jullie eens konden ruiken, mensen, heerlijk. Oh ja. Gaan maken. Nou, Dylan gaat koekjes maken. Ja, kom maar. Dat vind ik altijd wel heel leuk. Wacht, hè. Het is een chocolakleur geworden. Ja, hoe is dat? Dus... Lekker. Niet wat makkelijk. Nee, nee! Nou mensen, we hebben goed gekneed. Ga Dylan even lekker zitten, jongen. Huh? Zitten.
kunnen we gewoon koekjes maken. Hm? Ja. Oh. Zo, ik heb die gepakt. Eerst een balletje maken. En dan gaan we lekkere koekjes vormen. Dit is wel een mooi koekje. Of is die te klein? Hm? Is die te klein? Nee, dat mag. Oké. Als je slim bent, maak je dadelijk, als we heel veel koekjes hebben, een groot koekje. Nou, zoals jullie zien zijn de koekjes klaar, of zijn ze, hebben de koekjes gemaakt. Lekker, dat is een heel goed stuk chocolade, hè? Oh, die wil ik. Lekker. Ik ga ze in de oven doen. En ze moeten ongeveer 15 à 20 minuten. Je altijd een beetje in de gaten houden, hè, want er zitten wat kleinere bij en zo. En dat gaan we dus even doen. Zo, dan gaan ze de oven in. Zo, we hebben 20 minuten ingesteld. En dan houden we het af en toe gewoon even lekker in de gaten. Daar zijn ze. Ziet er toch heerlijk uit, hè, mensen? Yummy, yummy. Nog heel even. Zo, ze zijn klaar. Laten we ze even afkoelen. Het ruikt hier heerlijk, of niet, Ellen? Ja. Lekker. Lekker. Nou, welke wil je, jongen? Kok. Kinder. Oeh, zoveel keuze. Wil je met chocola of je met de grote? Kok. Nee. Ik zal die nemen daar. Er zit een noot in. Hier? Ja. Ja. Nee. In deze. Nou, doe je maar eens even tasten. Meisjes hebben ook een koekje. Is het lekker, Lily? Nee, de afdruk van het bakken ding. Ja, raak. Is zo'n bobbeltje. Ja. Is het lekker, Amy? Jam, jam? Lekker, koek. Koekje lekker? Nee, koek. Tjag het dus. Heerlijk. Ja? Hele goede koekjes. Zo, lekkerder dan uit de winkel. Wat zeg je? Lekkerder dan uit de winkel. Ja, maar dat vind ik altijd. Zelfgemaakte koekjes zijn altijd lekkerder, toch? Nee. Lekker. Wat wil je, lieverd? Nee. Nee, we hebben geen vorkje nodig, lieverd, hè? Oh, koekje, Amy. Koekje. Ga je er ook in plakken? Ja, koekje. Dat vergeten, toch? Nou, Dylan? Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Graag abonneren. Leuke reacties achterlaten. Want dat vinden we altijd leuk om te lezen. En duimpjes. Doei. Koei. Kes. Koei. Koei.